Luc de Groot, hier naast ons. Luc, goedemiddag. Dag Serge. Ik las enkele weken geleden op de site van Radiovisie van Luc de Groot, dat is de man die de Nederlandstalige radio in Brussel heeft uitgevonden. Klopt niet. Nee. Nee, Nederlandstalige radio in Brussel heb ik niet uitgevonden. Want er was toen geen Nederlandstalige radio, het was tweetalige radio. Het was Frans en Nederlands door elkaar. Ik heb Radio Plus mede opgericht in 1979. Dat was een radiostation dat zijn studio tussen aanhalingstekens had op de ULB in de rechtsfaculteit, op de Boutique de Droit, om het juiste woord te gebruiken. En daar werden één keer in de week werden een aantal programma's letterlijk live uitgezonden. Programma's met echt cassette recordertjes, heel klein, heel minimaal. Af en toe ik een artiest die kwam iets doen, dat was letterlijk zeer alternatief. En die hadden in der tijd een Nederlandstalig programma. Ik werkte toen voor Baffel. En ik was zinnes van voor Jean-Luc en voor de mensen van Radiovisie nu een radioartikel te maken. Een schrijfsel over Radio Plus op de ULB. En ik hoorde dat Nederlandstalig programma, en het was zodanig erbarmelijk slecht, dat ik na het interview en na het gesprek, dat ik zei van, ja, maar uw Nederlandstalig programma, dat is dus echt waardeloos. En ik zei dus al grappend, zelfs ik kan dat beter. En het nadeel voor die persoon toen, het was op een cassette. En ik was zelf student rechter aan de VUB en ik zat op wandelafstand van de studio's van Radio Plus. En die zeiden, ah oui, aucun problème, venez voor faire une émission chaque semaine. Toen ben ik begonnen met een radioprogramma te maken. De naam Luc de Groot, dat zal misschien ook een aantal mensen interesseren, is Luc is een van mijn echte voornamen. En Lucas Grotius was een Nederlands rechtskundige. En dat was ook nogal een raar man. En in die tijd een vrij progressief, die ging tegen alles en iedereen in. En ja, ik vond dat privé, toen ik rechten studeerde aan de VUB, vond ik dat een heel aangenaam man om op te bestuderen. En ik dacht van, ja, als ik dan toch een radionaam moet hebben, en Luc is alleen van mijn echte voornamen, Lucas Grotius, Luc de Groot. Dus jij was eigenlijk de eerste LDG voor Lex de Groot? Ja, Lex ken ik privé relatief goed. Ja, dat was Lex de Groot, ja. Maar de eerste echte LDG komt niet uit die periode, want de naam LDG komt van Ricky Fox. En Ricky Fox was later bij Radio Contact een goede collega en vriend. Ja, die hadden dat heel moeilijk om Nederlandstalige namen uit te spreken. En die zei dan altijd van LDG. En toen alle Nederlandstalige collega's, Guy van Vlaanderen, Ton Schipper, Danny de Bruin, die begonnen ook allemaal LDG te zeggen. En ja, op den duur werd er dan al een keer een jingletje gemaakt met LDG. En ja, dan is het LDG gebleven. Maar het komt dus eigenlijk uit de periode van Radio Contact, niet uit de periode van Radio Plus. Je zei het er net want al. Radio Plus was een baanbrekend station, want wie werd er bij Radio Plus? De Nederlandstalige service. We zijn begonnen in september 1979 met een volledige dagprogrammering in het Nederlands. Daar zaten toen bij Peter Hoogland, Ben van Praag, Ton Schipper, Danny de Bruin, Jan Dooms, onder de naam Tom Denker. Ja, daar is eigenlijk het embryo ontstaan waar en enerzijds Radio Contact is aan ontstaan en anderzijds Radio Maeva. Ik heb dus een aantal mensen meegenomen naar Radio Contact. Een aantal mensen zijn niet meegegaan naar Contact, die hebben dan heel kort Radio Get gedaan. En ja, dan is een Maeva-verhaal beginnen reizen. Rudy van Akkelein die was bij de laatste uitzending van Radio Plus aanwezig. En ja, die vond er ook zonde. Ik werd toen benaderd door de Franstalige Liberale Partij om een radiostation mee op te starten. Want Radio Contact is gestart met 1 miljoen Belgische frank van de toenmalige PVV PRL. Onder impuls van de toenmalige burgemeester Pierre van Halteren. En ikzelf was met Jan Dooms, waren we actief in het Liberaal Vlaams Studentenverbond. En zo is dat een beetje gegroeid. Ondanks het feit dat de Contact nooit echt politiek zich heeft geprofileerd als een radio van de partij. Maar het was evident dat in 1980, toen Radio Contact startte, dat het een liberaal beginsel was van het monopolie van de BRT aan te vechten. Want de ambities van Contact waren niet van een lokale radio te zijn. De ambities waren van een nationaal commercieel radiostation te worden. Dit interview werd mede mogelijk gemaakt door TVV Sound, Breakout Dynamics en Noël Dont BVBA. Klopt dat jij je studies hebt opgegeven om fulltime radio te maken? Dat klopt. Ik heb besloten om mij fulltime met Radio Contact bezig te houden een weekje of twee voor Radio Contact werd opgericht. De VZW bestond al, maar Radio Contact ging starten
1 april 1980. Wij zijn begonnen met testuitzendingen 1 maart 1980. En ik heb 14 dagen daarvoor beslist van het fulltime te doen. Ik was een van de weinigen en een van de eerste om het als beroep ook te registreren. Want ik was toen sinds 1980 artiest-presentator van statuut. Je bent zelfs bijna een bekend tv-gezicht geworden, hè? Want toen er iets werd uitgezonden op televisie rond lokale radio, vooral rond Radio Contact, dan was jij altijd de boodschapper, zo leuk. Dat heeft met twee zaken te maken. Eerst en vooral, Serge, was ik, door het feit dat ik het fulltime deed, was ik ook het meest aanwezig in de studio's. Ik deed ook heel veel uren en ik was ook het meest beschikbaar. Dus dat heeft daar ook mee te maken. Plus heb ik in die jaren tijd en daarvoor ook al toch wel wat kennissen opgebouwd rond de VRT en de toenmalige BRT. En ja, dat helpt natuurlijk. Dat zit zo in elkaar. Dan ben jij gestopt bij Contact en ben je naar 7 gegaan? Geloof. Wij hebben Contact vaarwel gezegd, omdat wij dus wisten dat Radio Maeva ging beginnen. En ik was toen ook benaderd door Patrick Van A, niet alleen ikzelf, Rudy van Vlaanderen, Danny de Bruin en Ton Schipper, om te starten met Radio Maeva. Maar wij werden daar niet betaald. En ja, bij Contact werden wij wel betaald. En we hebben gezegd, oké, als het onbetaald is, gaan we niet doen. We hadden toen al contacten met de groep Amelings, met Koen en Peter Blijweert. En die waren zeer geïnteresseerd ook om een radiostation op te starten. En dan waren wij bezig met Radio 7. Hoe kijk je terug op die periode bij Radio 7? Tumultueus. 7 was enorm innoverend, gedurfd. 50 kilowatt ERP, uitgestraald vermogen, stereo. We hebben zelfs een tijdje op 97.1 gezeten. Dus waren wij in ganse Benelux quasi krasvrij te ontvangen. Heel veel mooie dingen meegemaakt, ook interne dingen meegemaakt die horen bij radio. Dat is denk ik voor iedereen die al sinds die jaren, en zeker in die jaren, met radio te maken heeft, is dat altijd tumultueus. Er zijn dingen die gebeuren waar je zelf geen vat op hebt, maar die toch gebeuren. Ik heb dan kortelings afscheid genomen van 7. Ik ben dan opnieuw bij Contact gegaan. Contact dat toen onmiddellijk ontkoppeld, Contact 1 en Contact 2, met een aantal mensen uit Antwerpen, waar jij ook trouwens bij was, ja. Omdat we meer zonder Nederlandstalige ploeg zat met het vertrekken van alle medewerkers van Contact. Aangevoerd met Benelux van Capella en nog een aantal andere mensen. En dan heb ik toch nog een hele poos Radio Contact gedaan opnieuw. Ja. En dan later is het verhaal Extra FM begonnen, ook ja. Met Rudy. Want wij zien elkaar nu nog quasi dagelijks. Wij zijn ook nog altijd bezeten door het medium en we zijn ook nog altijd fulltime met radio bezig. Dit interview werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Partners, Freewave Media Magazine en FCP Media. Je zit bij Maeva FM nu, dat is toch al een paar maanden. Bijna een jaar. Bijna een jaar, tijd gaat ongelooflijk snel. Ja. Welke programma's presenteer je daar? Ik doe bij Maeva FM iedere middag tussen 4 en 6 muziek in de file, wat ik ooit bij Radio Contact heb gedaan. Maeva FM is een beetje zoals 192 in Nederland, had een beetje de Veronica. Traditie in ere, Maeva FM had ook deels Maeva in ere. Ik heb nooit bij Maeva zelf gewerkt, maar Maeva FM is een nieuw product waar toch nog een aantal dingen uitstralen die refereren naar het vroegere Radio Maeva. Maar ik voel me daar echt in mijn sas. Ja. Ik heb trouwens met jou ook nog een programma gedaan in Antwerpen. Ja, Radio Nick. In Illo Tempore. Radio Nick in Antwerpen. Periode 1982. 82, 83 ja. Zal dat geweest zijn. Had je toen kunnen vermoeden, want je zei net... dat je toen was aangezocht om voor Maeva te werken, dat je nu, 20 jaar later... Nee, dat had ik nooit verwacht. Maar wat ook eigenlijk heel weinig mensen weten, een aantal mensen van Maeva FM nu en vroeger bij Maeva, zijn allemaal eigenlijk begonnen bij Radio Contact. Frans Babbelaar bijvoorbeeld zat in 1980 bij Radio Contact. Erik Hofman zat bij Radio Contact, voor ze bij Maeva zijn gegaan. Dus en eigenlijk, Ron van der Plas kende ik al van de Radio Miamigo periode. De cirkel is bijna rond. Het lijkt wel of we aan het einde van ons verhaal zijn, en hopelijk nog niet. Maar het zijn toch altijd dezelfde mensen die je altijd overal opnieuw aantreft. Het is een beetje spijtig, want er zijn enorm weinig nieuwe lichtingen geweest van radiopresentatoren na de lichting 79-182. Ook omdat het toen magisch was natuurlijk. Nu is radio vanzelfsprekend, het is allemaal gereglementeerd, het is erkend. Maar de sfeer van het mag niet en het is echt pionierswerk is eruit. En dat zie je niet alleen in Vlaanderen, dat zie je ook in andere landen. Het zijn bedrijven geworden.
En daar proberen wij bijvoorbeeld bij Maïva FM, is echt een vriendenkring die met zeer beperkte middelen toch een product neerzet dat van ochtend tot avond, inclusief nieuwsuitzendingen, denk ik, mag gehoord worden. En als ik dan vergelijk, met alle respect voor Guy van Engel, die trouwens ook een collega is van Radio Contact van 1980, als hij 100 miljoen vrijmaakt, excuseer, met die 100 miljoen doe ik iets anders dan een kopie van Studio Brussel. Mm-hmm. Maar ja, dat is een beleidsmatige optie waar ik niks over te zeggen heb natuurlijk, spijtig genoeg. Hoe zie jij de toekomst van MyFM? De toekomst van MyFM, alles hangt af van de ontvangst. Het hangt niet af van de programmering, het hangt niet af van de medewerkers, het hangt niet af van het format, het hangt niet af van de disjockeys, het hangt gewoon af van ontvangst. Dat is het grote probleem. Geef ons morgen dezelfde mogelijkheden als bijvoorbeeld Radio Donna, die kan rekenen op niet alleen onbeperkte overheidssubsidie, ten tweede monopolie op nationale reclame heeft, ten derde adverteert in kranten, tijdschriften, televisie met geld van de belastingbetaler. Ja, mensen kennen zelfs Maïva FM niet, per manier van spreken. Pro rata zijn er heel weinig mensen die het weten. Waarom? Ja, wij kunnen niet adverteren. Wij krijgen die mogelijkheden niet van elke dag spots op televisie, elke week advertenties in bladen, in kranten. Wij geven niet elke dag een auto weg met belastingsgeld. Wij geven geen vliegtuigreizen weg met belastingsgeld. Wij hebben dat niet. Dus wij moeten een beetje roeien met de riemen die we hebben. Maar ik denk dat de riemen die we hebben, dat die goed gebruikt worden. Oké. Luc, bedankt voor het gesprek en nog veel succes. Serge, graag gedaan.